Dag dames en heren, we beginnen met een foto van Gert de Wit uit Blijswijk. Een prachtig beetje mysterieuze weerfoto. Ja, en ook deze foto die mag er zeker zijn volle maan. Dat is het vandaag. En deze foto is genomen een woensdagavond. En dan ziet u de volle maan boven Heidingsveld, Giesendam. Ook dat is een fraaie weerfoto. Nou, vanavond en vannacht is het bewolkt. Af en toe valt er regen en motregen. Een wat druilerige sfeer met temperaturen van 12 graden. De wind aan zee eerst vrij krachtig, windkracht 5. Uit het zuiden tot zuidwesten. Vannacht draai je het naar west en in kracht afnemend. En dan morgen overdag, de laatste dag alweer van deze werkweek, is een dag met veel bewolking. Weinig ruimte voor de zon. Met name in de ochtend kan er best nog wel een beetje lichte regen of motregen vallen. In de middag blijft het meestentijds wel droog. Temperaturen komen uit op 16 graden. en De wind wijdmatig matig en komt uit het westen tot noordwesten. Ja, dan vanaf het weekend zijn we voorlopig vertrokken voor een lange periode van droog weer. We krijgen ook geregeld de zon te zien. In de nacht en de ochtend bestaat de kans op mist of lage bewolking. Dan kan het soms even duren voordat de zon dus inderdaad zichtbaar zal zijn. De temperatuur die gaat ja, merkbaar omhoog. Zondag maandag wordt het zo'n 19 tot lokaal zelfs 20 graden. Ja, in combinatie met maar heel weinig wind zal het heerlijk najaarsweer zijn. Ten slotte nog deze fraaie foto. Zo zou het de komende dagen in het Rijnmondgebied soms best wel eens uit kunnen zien. En zo zag het er ook een woensdagavond uit. Althans, woensdag in de namiddag. Woensdagavond ging de zon al vrij snel onder. Een fraaie plaat met stapelwolken en zonneschijn. Nou, maakt u mooie weerfoto's, kunnen ze insturen naar weerfoto@rijmond.nl. Prettige dag nog. Heel graag tot morgen.